Afgelopen week was er het nieuws dat de ABN AMRO zijn spaarrente ging verlagen. Je krijgt op dit moment nog maar 0,02% spaarrente of rente op je spaarrekening bij de ABN AMRO. En dus dacht ik meteen, hoe zit het met spaarrentes bij andere banken? Nou, dat heb ik uitgezocht, op een rijtje gezet en dat wil ik in deze video gaan behandelen. En aan het einde van deze video behandel ik twee producten wat uitgebreider. Twee interessante producten volgens mijn mening, want daar krijg je 11 tot 15% meer rente dan bij de ABN. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn er onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal. Klik op het bel-icoontje, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar spaarrentes, hoe het op dit moment in juli 2019 daarmee is tussen verschillende banken. Welke rentepercentages krijg je per bank? Want zoals gezegd zag ik het nieuwsbericht over de ABN en die gaf dan 0,02%. En ik was benieuwd van welke rentepercentages geven andere banken? Zijn die hoger? Zijn die misschien zelfs lager? En ja, het kan dus nog lager dan de ABN AMRO. Dus zeker een reden om door te gaan kijken, zodat je meer rente kunt vangen op je spaargeld. Maar voordat we naar dit overzicht van spaarrentes gaan, wil ik eerst nog even het belang van spaargeld benoemen eigenlijk. Want je hoort in deze video dadelijk allemaal lage rentepercentages in principe. En je denkt dan misschien, het is toch veel interessanter om bijvoorbeeld mijn geld te gaan beleggen in een indexfonds. Jij vertelt altijd in je video's dat het eigenlijk zekerheid biedt, spreiding, dat het eigenlijk al een best wel veilige investering is vaak, indexfondsen. En aan de ene kant klopt dit, maar het heeft natuurlijk nog een andere reden om spaargeld achter de hand te houden. En dit is dat je zeg maar een buffer of een spaarpontje achter de hand hebt. Want stel nou, er gaat iets kapot in huis, een tv, een computer, misschien je auto, dan heb je eigenlijk geld nodig om dit te kunnen betalen. En daarom raad ik altijd een spaarpotje van 3 tot 6 maanden onkosten eigenlijk achter de hand te hebben, juist voor dit soort situaties. Want dit zorgt ervoor dat je het geld er klaar hebt staan, dat je dus kunt gebruiken voor die betaling om dat soort dingen te laten repareren of nieuwe producten voor te kopen, zonder dat je in je investering eigenlijk hoeft te verkopen. Want je zult altijd zien, op het moment dat je auto kapot gaat en je dus geld nodig hebt en je zou dit bijvoorbeeld krijgen door aandelen te verkopen, dat dan net je aandelen negatief staan, dat je een negatief rendement hebt en dus een verlies leidt als je je aandelen op dat moment verkoopt. Nou, juist door die buffer aan te houden, kun je je aandelen nog even laten staan, wachten tot ze weer positief staan, dat je winst erop hebt en dat je ondertussen dus je geld kunt gebruiken wat je in dit spaarpotje of deze spaarrekening hebt staan. En spaargeld op een spaarrekening zorgt er dus altijd voor dat je het snel bereikbaar is, dat je het geld vaak binnen 24 uur al over kunt maken naar je betaalrekening, dat je het direct bij de hand hebt. En deze dingen geven dus eigenlijk wel het belang van spaargeld aan. Nou wil dat niet zeggen dat je dus voor die lage rentepercentages moet gaan doen, maar misschien zijn er bij andere banken wel iets hogere rentepercentages. Nou, zoals ik eigenlijk al in de titel heb weergegeven, kan dit zelfs tot 15 keer meer rente ontvangen dan bij de ABN. En dat gaan we dus kijken in het overzicht dat ik heb gemaakt van de spaarrentes in juli 2019. We pakken in dit overzicht alle grote bekende banken in Nederland mee. En er zijn natuurlijk ook vaak dat je gebruik kan maken van buitenlandse banken die misschien wat meer rente bieden. Maar dan moet vaak ten eerste dus in een buitenlandse bank gebeuren. Ten tweede moet je dan vaak langere tijd vast laten staan. Dus krijg je meer deposito's. Terwijl we in deze video echt gaan kijken naar spaarrekeningen waar we het geld dus snel kunnen uithalen en bij de grote Nederlandse bekende banken het geval is eigenlijk. En laten we het overzicht dan beginnen met ABN. Zoals gezegd 0,02% bij de ABN AMRO sinds een week geleden eigenlijk. Nou, zou je denken, dit kan niet slechter, maar dat is wel het geval. Want bij de Triodos Bank krijg je op dit moment 0% rente, gewoon 0,00. Dus ja, daar krijg je gewoon helemaal geen rente op je rekening. Nou, gevolgd na de ABN komen er een paar andere grote banken zoals Regiobank, Rabobank en de ING met 0,03%. Daarna volgt de ASN Bank met 0,05, de SNS Bank met 0,07. En dan maken we op zich wel een grote stap naar Brand New Day, MoneyU en ASR, die allemaal 0,15% rente bieden op een spaarrekening. Vervolgens nog een keer 700ste eigenlijk erbij bij KNAP, dus 0,22%. En het hoogste percentage dat ik tot nu toe heb kunnen vinden is 0,25% rente bij NIBC. En zo zie je dus maar dat de rentepercentages kunnen variëren tussen 0,00% bij Triodos Bank en bij NIBC direct 0,25%. Nou, gaan we uit van die ABN AMRO, dan krijg je bij NIBC direct dus 12,5 keer zoveel
als bij de ABN. Nou had ik eerder in deze video gezegd dat je zelfs 15 keer zoveel kunt krijgen als bij de ABN. Maar dat krijg je iets verderop in deze video. Maar wat we eerst gaan doen is de twee laatste producten eigenlijk bekijken. Dat zijn dus KNAP met 0,22% en NIBC Direct met 0,25% spaarrente op je spaarrekening. Want we moeten ons niet alleen gaan focussen op deze spaarrente. We moeten juist ook gaan kijken naar de maandelijkse kosten die bij een houden van een spaarrekening betrokken zijn eigenlijk. Wat kost het om een spaarrekening aan te houden bij een van deze banken? En de eerste waar we dus naar gaan kijken is KNAP. Met 0,22% bieden zij al 11 keer zoveel als bij de ABN AMRO. Behalve naar de spaarrente moeten we ook naar enkele andere dingen kijken die van belang zijn bij een spaarrekening openen of aanhouden bij een van deze banken. Een daarvan is of je je geld snel kunt opnemen. Nou, bij het geval van KNAP is dat het geval. Je kunt het direct opnemen en het is ook nog eens zonder kosten, want vaak zul je zien dat een bank wanneer je het direct opneemt of voor een bepaalde tijd, je stelt het bijvoorbeeld 3 maanden vast en je wilt ondertussen eruit halen, dat je dan geld moet gaan betalen. Eigenlijk een soort van boete. Maar dat is bij KNAP dus niet het geval. Vervolgens gaan we kijken of er een limiet aan zit. Nou, bij KNAP is dat 500.000 euro. Dus dat is sowieso al niet aan te raden. Want zoals ik zeg, vaak wil je 3 tot 6 maanden dan onkosten op je spaarrekening zetten. Misschien als je bijvoorbeeld kinderen hebt die binnenkort naar school gaan. Iets meer onzekerheid. Of je gaat bijvoorbeeld voor jezelf beginnen. Dat je het wil uitbreiden naar misschien 12 maanden. Of misschien 24 maanden. Maar 500.000 euro op een spaarrekening zetten is vaak niet interessant. Dan kun je eerder beter gaan beleggen in aandelen, indexfondsen of als je iets meer zekerheid wil, bijvoorbeeld in obligaties. En zo zie je dus maar dat een spaarrekening bij KNAP op zich best wel veel voordelen heeft. Het heeft echter ook één best wel groot nadeel en dat is dat het onderdeel is van KNAP Plus. En dat betekent dus dat je klant moet zijn bij KNAP. En dat kost 5 euro in de maand. Ben je nou een nieuwe klant en wil je je nog gaan aanmelden, dan krijg je de eerste 12 maanden 50% korting. En dus betaal je het eerste jaar maar 2,50 in de maand. Maar het blijft ermee dat deze spaarrekening onderdeel is van dit pakket. En dat je dus eigenlijk altijd maandelijkse kosten hebt. Nou hebben andere banken ook maandelijkse kosten. Dus je moet vaak voor jezelf uitzoeken waar ga ik het voor gebruiken. Welke dingen vind ik belangrijk. En wat zijn de kosten van deze dingen bij verschillende banken. Op dit moment zit ik bij de Rabobank. Maar ik ben ook aan het kijken van is het misschien KNAP een interessante optie voor mij. Maar daar ga ik in de toekomst nog wel een video over maken. Daar moet ik nog wat meer informatie over zoeken en dat past ook beter in een aparte video. Maar waarom noem ik nou KNAP als een van deze interessante aandelen, terwijl ze ten eerste minder spaarrente bieden dan NIBC en ook nog eens maandelijkse kosten hebben? Nou, dat kan ervoor zijn, als je al klant bent van KNAP, dan is dit waarschijnlijk een interessante optie, want je hebt toch al die maandelijkse kosten en hoewel je dus 0,03% minder spaarrente krijgt, kan het een voordeel zijn om alles bij dezelfde bank te houden, dat je alles in één overzicht hebt wanneer je bijvoorbeeld op de app op je telefoon kijkt, dat gewoon alles onder elkaar staat. En dat is natuurlijk het voordeel. Dus je hebt al die kosten en je hebt niet nog eens dat je tussen verschillende banken op verschillende plekken dingen bij moet gaan houden. En dat is dus de reden dat ik aan de eerste kant KNAP aanbied aan de mensen die al klant zijn bij KNAP. Ben je nou nog geen klant van KNAP, maar zit je wel over na te denken, ik zal ook weer onder de video hier een link plaatsen, zodat je via mijn affiliate je eigen daar aan kunt melden. Dus ga eens even kijken of het bij jou past. En dus of deze optie de beste voor jou is. Vaak zul je zien als mensen niet van plan zijn om over te stappen, dat het product van NIBC Direct de beste optie is. En die zullen we dan nou ook gaan bespreken. Want zoals we al eerder zagen in de video, zij bieden 0,25% op hun internet spaarrekening. En dat is dus 12,5 keer zoveel als de ABN AMRO en ook weer iets meer dus als bij KNAP. Enkele andere voordelen van NIBC Direct zijn bijvoorbeeld dat ze geen minimum inleg hebben. En dat was trouwens bij KNAP ook niet het geval. Het is ook weer direct opneembaar en ook hier zonder kosten. Dus je kunt ondertussen altijd makkelijk en snel bij je geld. In dit geval kun je zelfs tot 5 miljoen euro op je spaarrekening zetten om deze rente te ontvangen. Maar ja, aangezien het 500.000 bij KNAP al niet interessant was, is 5 miljoen euro bij deze bank ook niet interessant. Dan zijn er andere en betere opties om meer rendement te krijgen, terwijl je ook die zekerheid hebt van de spaarrekening. Dus ja, dat bedrag is eigenlijk niet zo interessant. Ik wil alleen laten zien dat het zelfs nog 10 keer hoger ligt dan bij KNAP. En bij NIBC Direct ontvang je 1 keer per jaar je rente. Dat is op 1 januari. Dan wordt alles uitgerekend wat je het afgelopen jaar aan rente hebt opgebouwd op basis van het saldo dat je dus op je spaarrekening had staan. En op dat moment wordt het uitbetaald. Nou is dat ook het geval bij de meeste andere banken, dat het 1 keer per jaar wordt uitbetaald. Sommige rekeningen doen het per kwartaal of ooit zelfs maandelijks. Maar NIBC Direct heeft waarschijnlijk nog een interessantere pakket spaarrekening voor jullie. Want als we het over spaargeld hebben, dan willen we het eigenlijk vastzetten en hele lange tijd niet bijkomen. Dus het maakt op zich niet uit of het nou 1 keer per maand, 1 keer per jaar of 1 keer per kwartaal komt. Maar ze hebben dus ook kwartaalsparen. En daar krijg je dus, zoals de naam al zegt,
elke kwartaal je rente gestort. Maar het leuke hiervan is dat ze eigenlijk nog eens een bonusrente geven van 0,05%, waardoor je dus in totaal op 0,30% spaarrente komt. En dit is dus die 15 keer zoveel als bij de ABN AMRO. En voor zover ik kan zien zijn het eigenlijk dezelfde voorwaarden als bij hun gewone internetspaarrekening. Alleen wordt hier de rente dus per kwartaal uitbetaald. En ook nog eens een extra bonusrente als je dus een heel kwartaal een bepaald bedrag laat staan. En ik denk dan ook dat dit de meest interessante spaarrekening is voor de meeste anderen. Want ten eerste wil je vaak niet van gewone bank wisselen. Als je dus net zoals ik bijvoorbeeld klant bij de Rabobank bent en niet wil overstappen, dan is dit een interessante optie. Omdat bij NIBC Direct je geen maandelijkse kosten hebt. Eigenlijk heb je geen minimums. Er zijn heel weinig regels aan te voldoen. Dus het is gewoon makkelijk om hier te gaan beginnen. En dat is dus ook iets wat ik de komende weken eigenlijk ga uitzoeken. Is het interessant voor mij? En waarschijnlijk ga ik dus ook een rekening starten hier bij NIBC Direct. Nou, wil jij dat nou ook? Zelf uitzoeken en misschien een rekening openen. Ik zal ook weer onder de video weer een link plaatsen naar NIBC Direct. Naar de juiste pakket waar ze aanbieden. Het internet sparen of eventueel dus het kwartaal sparen. Waardoor je dus zelf snel kunt uitzoeken van is dit het pakket wat aan mijn eisen voldoet. Ben ik er tevreden mee en kan ik hier een rekening openen? Zoals gezegd, dit wil ik in de komende weken zelf gaan doen. En ik maak dan ook in de komende weken nog wel een video over mijn ervaring, over mijn review eigenlijk. Of misschien iets langer nog wachten, zodat ik echt meer kan vertellen. Misschien wel een kwartaal wachten, zodat ik een keer rente heb ontvangen. Nou, dat krijg je dus allemaal later wel. Maar zo zie je maar, er zijn veel opties eigenlijk om hogere spaarrentes te krijgen. De meeste mensen zullen bij de Rabobank, ING en dat soort banken zitten, die vaak nog onder de 0,05% zitten. Maar je kunt in dat geval dus wel zeker 6 en misschien dus wel 15 keer zoveel spaarrente ontvangen, als je maar het goede pakket kiest wat het beste bij je past. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Laat ook weten onder deze video wat je goed vond of minder goed vond, zodat ik in ieder geval mee kan nemen naar een volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat dat ook weten onder deze video. Of kom naar onze Discord chat. Een link daarvan vind je trouwens ook onder deze video in de beschrijving. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen lid? Abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het bel-icoontje, dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.